Hey, dames en heren van Hemsenhuizen. Hier staan we dan bij de start en finish. Wat op vandaag, dinsdag 25 mei, de 60ste korte baan van mijn huis moet zijn. Helaas, helaas en nogmaals helaas. Maar we moeten de moed erin houden voor volgend jaar, waarbij wij de volgend jaar dan een spectaculaire 60ste korte baan gaan houden. Aanwezig ook burgemeester Michiel Pijl hier. Om ons toch in de bemoedigende woorden. Burgemeester Pijl, gaat u gang. Dank u. Ja, beste liefhebbers van de korte baan. Het is vandaag de dag naar Pinksteren. Pinkster 3 hier in Venhuizen. En we staan hier op de plek van de start-finish. Normaal gesproken is het hier vandaag hartstikke druk. Met de mensen van de korte baan natuurlijk. En uiteraard ook met de kermis. Helaas kan het ook dit jaar niet doorgaan. En dat is gewoon verschrikkelijk jammer. Want de Pinkster 3, de korte baan en de kermis, die horen gewoon bij Venhuizen. En die maken Venhuizen, ja, tot Venhuizen eigenlijk zou je kunnen zeggen. Dus het is verschrikkelijk jammer dat dat niet kan doorgaan. Maar ja, we gaan natuurlijk niet bij de pakken neerzitten. Ondanks dat ik weet dat velen ook in de korte baan een zware tijd hebben. Maar we gaan niet bij de pakken neerzitten. Want zo zijn Venhuizers niet en zo zijn de mensen van de korte baan niet. Dus we kijken optimistisch vooruit in het vertrouwen dat er gewoon weer betere tijden aankomen. En ik hoop u hier volgend jaar te mogen begroeten op Pinkster 3 bij een grandioos dorpsfeest met onze korte baan en onze kermis. Hopelijk tot dan en laten we hopen dat het dan ook iets beter weer is dan nu met Pinksteren. Graag tot ziens en hou het veilig en hou het gezond.